Zoetemelk alleen. Zoetemelk 30 meter voorsprong. Hier is hij. En achter hem, daar stork het een beetje omdat Teun van Vliet daar rijdt en geen trap meer doet. Het is zijn afscheids-goldrace, dat heeft hij gezegd. Zijn laatste kans om de klassieker, de enige vaderlandse klassieker, die hij nog niet op zijn erelijst heeft geschreven, om die ook in dat gouden boek in Germany Levesque bij te schrijven. Nog één helling, de Gullemerberg hier. We zijn op 9 kilometer van de aankomst. Joop alleen. En nu? Zal het dan na 16 Rooks jaar lukken? Rooks gaat hem achterna. Het is Rooks die de aanzet geeft. Mooie finale op die manier.